Gio is er voor het eerst bij met zijn maatje. Kijk jongens en meisjes, Gio eet een appel. Vincent. En van Gio's debuut wordt een aparte video voor dit kanaal gemaakt. Zeker ook kijken. Hij speelt op gloednieuwe Nike's die een dag later pas te koop zijn. En daar staat hij klaar om in te vallen. Gio voor zijn debuut. En daar komt hij. Gio voor het eerst in het tenue van de Creators FC. Dit is het eerste balcontact van Gio. Kan beter. Komt er als binnenkort een filmproject. Gio met hem uit. Hier is een tweede balcontact. Schijnbeweging van hem. En de inzet. Hij doet zijn haar goed voor de tweede helft, Gio. Luca. Oeh, die verdediger daar. Heeft als hobby breien en haken. En hey, dit is zijn rol. Zijn doorrollen. Natuurlijk, strafschop. En Glenn zegt, jij debuteert, jij neemt die strafschop. Gio, met die schoenen die zijn ontworpen door Neymar. Met die nieuwe bal Europa League. Daar komt zijn aanloop en daar is de... misser. Naast het net. Hoog over, hoog naast. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Nog één keertje. Ver naast, ver over. Wat een debuut. Ik heb nog nooit iemand een penalty naast het vangnet zien schieten dat je niet eens dat net raakt erachter. Hij ligt volgens mij daar op de parkeerplaats. Weet je, het gebeurt de beste. He, je kan hier nu een compilatie doorheen editen van allemaal profvoetballers die dat zijn overkomen. Gio deed gewoon expres. Maar dan denk ik, als ik mis, krijg ik nog meer views. Gio er dan af. En Michael Mols erin. En wat een interview zo. Gio, je debuut, hoe was het? Ja, het was. Ik speelde slechter dan verwacht. Maar nee, het was superleuk. Ik vond het echt heel leuk om mee te doen. Ja. Ik vond het fantastisch dat Gio meedeed. We hebben er lang naar uitgekeken. Hij deed eindelijk mee. Ik wil zeker nog wel een keer meespelen. Ik wil sowieso een keer scoren. Dus ja, ik kan niet naar huis gaan zonder te scoren natuurlijk. En zo komt het dat Gio nog nooit heeft gescoord voor Creators FC. Moet hij binnenkort weer eens meedoen, vind jij? En dan scoren? Laat het achter in de comments.